Airport City, daarmee wil Schiphol eigenlijk zeggen dat je meer bent dan alleen maar een vervoerscentrum, een doorgangshuis voor passagiers. Het betekent ook dat je een plek bent om te winkelen, dat je een plek bent om te werken, dat je hier kunt slapen, dat je hier kunt vergaderen. Hè? Dus dat je hier alle dingen kunt doen die je in een stad ook kunt doen, behalve dan het wonen zelf. Maar dat is in feite de Airport City. Het moet mogelijk zijn voor de passagiers om zoveel mogelijk doorzicht te hebben, overzicht te hebben. Dus glas van de vloer tot het plafond, dat je de vliegtuigen ziet staan. Zo min mogelijk kleur, hè, dus al zwart, grijs, zilver. Want de kleur moest komen van de gele bewegwijzering en van de mensen zelf. En dat was dus eigenlijk een soort architectuur die zichzelf wegcijfert ten opzichte van het passagiersproces. Ja, we staan nu eigenlijk in het hart van de Airport City, in Schiphol Centrum. En je ziet hier heel mooi de verschillende dimensies van het luchthavenontwerp bij elkaar. Je ziet hier de architectuur, je ziet hier de stedenbouw, je ziet hier het landschapsontwerp. En er is toen in de stedenbouw ook gekozen om hier deze centrale ruimte ook groen te laten. Dat je een stukje voelt van het Nederlandse landschap, dat je openheid hebt, dat je ruimtelijke kwaliteit hebt in de vorm van een soort van park. Dat hebben we ook gedaan. Er zijn tienduizenden, honderdduizenden berken geplant over de hele luchthaven in alle open ruimte. En die berk die is gekozen omdat die in deze moeilijke grond van de Haarlemmermeer wel goed gedijt en dat hij geen vogels aantrekt. Dit gebouw Triport, dat heet nu de Base. En de grote stap die we daar gemaakt hebben is dat het veel meer een ontmoetingsplek wordt. De open binnenplaats vervangen door een mooi atrium waar je koffie kunt drinken, waar je kunt lunchen, waar je een krantje kunt lezen, waar je met elkaar kunt afspreken. En dat zie je ook een voorbeeld van hier aan de overkant. Daar staat nu een koffiehoekje. En dat is ook onderdeel van de strategie om dit een aantrekkelijke plek te laten zijn voor bedrijven en voor hun werknemers. Schiphol is speciaal in zijn Airport City. Hè. Als ik op luchthavencongressen in de wereld kom, dan wordt Schiphol toch nog steeds neergezet als de leading Airport City. Dus dat is een hele belangrijke onderscheidende factor. Waar ook heel veel andere luchthavens naar kijken, van hoe kunnen wij dat nou ook doen. Dus daar krijgen we ook regelmatig andere luchthavens op bezoek, van hoe hebben jullie dat nou gedaan.